Ik ben Fabio, ik ben 16 jaar, speel bij PSV onder 17 en ik ben rechtsbuiten. Ja, we zijn nu een kort warming-up filmpje aan doen, maar ook weer puur in de techniek. Hoge ballen, lage ballen, komt eigenlijk allemaal in deze vorm al terug. Alleen straks in de 1-op-1 training wordt dat meer specifiek en nu zijn we wat breder, lekker bezig, maar wel puur vanuit techniek en de skills. Hey, ben de camera aan het openen, ja? Ik zweer het. Iets meer voor jou, net. Ja. Oh, lekker. Ja. Ori. Ja, kan nog, met niks. Lekker, jongen. Hey, Fabio, hoe gaat het er nu toe? Gaat toch goed? Ja, ik hoorde net trainerstooi niet zo van de aanname zeggen. Ja, ik pakte hem niet te ver naar buiten. Ja. Waardoor ik niet lekker voor het goal kwam. Mm-hmm. En dan moest ik hem iets meer naar binnen pakken. Ja. Waardoor ik ook goed kon schieten. Ja. Kom maar, jongen! Hey, training is voorbij. Hoe ging die? Quinn? Voor mij, niveau kon wel hoog, maar op zich een paar momenten ging het wel goed. Maar welke momenten heb je dan specifiek over? De eerste vorm moesten we 5 minuten nog even inkomen, maar daarna vond ik het wel hoog niveau. Hey, jullie kennen elkaar al een tijdje. Kun jij kort opnoemen wat de kwaliteit van Fabio zijn, als je in 2 of 3 punten kan benoemen? Wat ik zelf heb meegemaakt is dat hij heel explosief is, goed aan de bal, goed controle over de bal hebben en hij is heel veel power heeft hij in zich en hij kan goed afwerken. Fabio, andersom? Hij is sterk aan de bal, hij heeft een zeer goede dribbel, zo van achter naar voren dribbelen en zijn paas is ook wel goed. Stel dat jullie elkaar tegenkomen in een wedstrijd, hoe zou jij dan spelen ten opzichte van Quinten? Ik zou veel diepte loopacties maken achter zijn rug om. En, ja. Want hij draait een beetje als een tank. Dus, Hoe ga jij Fabio stoppen? Ja, gewoon diepte eruit halen. En dan als hij hem dan eroverheen krijgt, dan haal ik gewoon de lange bal eruit. En als hij hem in de bal krijgt, dan zet ik er gewoon kort op. En dan draait hij niet om. Dan gaat hij door midden. Hey, als jij moet bedenken waar Fabio over 5 jaar staat, waar denk je dat hij dan staat als hij op deze manier doorgaat? Ik denk dat hij wel een grote kans heeft om een hoog niveau te bereiken later. Want ik weet dat hij heel gedisciplineerd is, dat hij veel eist van zichzelf en veel laat voor het voetbal, zeg maar. Mooi, andersom? Ja, ik denk over 5 jaar sowieso kunt hij in het eerste van Graafschap, dat 100%. En misschien ook nog wel hoger kan. En wanneer spelen jullie weer samen? Over hoeveel jaar? Na de winterstop. Na de winterstop? Dan spelen we niet met elkaar, maar tegen elkaar. Want dan promoveren zij in onze competitie. En dan spelen we tegen elkaar. Ja, ik ben goed bezig. We staan 5 punten los nu op dit moment. Maar we moeten nog een hele helft van de competitie. Maar ik denk dat het wel goed komt. We zijn goed bezig met ons team. Dus het komt wel goed. Het is mooi. Top, jongens. Top. Kijk, als hij ze nou allemaal inschiet, oké. Okay. Als hij alles maakt, wel 2 Leuk, man. Leuk interview. Ja.